Samen zijn wij Bolstar. Welkom in deze nieuwe vlog van Bolstar. Een zeer goede morgen allemaal, want we zitten weer aan het ontbijt. Het ontbijt ziet er eigenlijk uit als gisteren. Echt wel mijn tijd genomen. Ja, maar gisteren niet. Hè? Ja. En die kook hetzelfde als gisteren eigenlijk, maar toch. Dus smakelijk iedereen. We gaan dus eventjes genieten. We zijn nu op de Grote Markt. De Grote Markt. Van Blankenbergen natuurlijk. En nu is het ook natuurlijk Markt. Dus ja, ik ga even een kaart brengen, dus dat is al een stukje. We gaan. Dit. Je ziet ze hebben hier ook. Een beetje hetzelfde dan bij ons. Maar wel dichter bij elkaar. Maar bij ons staan dus de kippen en zo. Alles wat dat met vuur te maken heeft aan de zijkant. Lekker aardbeidjes hier op de druiven. Aardbeidjes voor je koken. Dan ziet het dus. Het is wel nog een beetje fris. Maar te zien dat het echt koud is. Dat nee. Ja, een beetje met de achter. Dus, heb je ook brood en zo? Is het wel iets kleiner? Ik ben nog wakker. Ik heb allemaal lekker op elkaar gegeven. Maya brood. Ja. Dus, hier heb je postumonetjes en zo. Hier heb je. Dat is. Weet ik niet. Dit is een beetje de markenkaart. Ik kan niet alles loggen aan de markt, want ja, de markt is te groot. Maar we doen toch ons best om een beetje in kaart te brengen. Zoveel mogelijk natuurlijk. Ja. We moeten ook nog zien. Ja. Ik wil niet blij in de kampen. Ja, maar toch niet zo. Waarom dat honger schingen, hè? Ik heb gegeten, dat is weer gewoonte niet, want we eten normaal morgens niet, dus het is al iets. Er staan wel veel mensen met fruit en groenten. Het ziet er wel lekker uit, natuurlijk, allemaal. Dat is echt een traditie dat deze groep ons ook pannen op te pakken. Dat was dat dan bij vroeger bij ons ook nog zo te binnen gebleven. Onze man. We pakken mijn verse maat van de boerderij. Ik heb dat perfect in. Dat ga je hier. Dat is logisch, hè. Hier heb je vis. Hier is voor mesjes. Aardappelmesjes. En met wie erin? Dan rijden we vroeger moeten wisselen. Nu even dat sokken. We vervangen batterijen en balletjes. Dat is een heel. Dan hebben ze wat kleding eigenlijk. Dat is zo wat hier allemaal zo wat staat eigenlijk. Zo'n beetje hetzelfde als bij ons, maar dan anders ingedeeld natuurlijk. Wel leuk. Je ziet het is een beetje druk. Maar alle wegen die leiden normaal naar Rome. Maar in dit geval rijden ze allemaal naar de markt ofwel naar de winkelstraat. Ja. Ja, ik wil het zo grappig ja, om te zeggen. Ik was het zo aan het denken, eigenlijk. Dat moet ik zeggen. Dus eigenlijk, gewoon, elke stad dat ingaat, kun je eigenlijk zo aan de jachthaven raken. Eigenlijk, dit is wel grappig eigenlijk. Ik
kunt eigenlijk wel niet verloren lopen eigenlijk. Dan moet toch wel als Rus verloren gelopen zijn om dat mee te maken eigenlijk. Dus dat zit hier zo kijken een stukje. Met allemaal oude fietsen. Het is gesloten nu. Dat zijn echt zo'n dingen, kijk. Dat zijn allemaal oude dingen. Er is een favoriet natuurlijk, hè. Het was ook om 9:30. Maar we gaan namelijk naar de GP. Want we moeten daar trouwens aan drinken. Het drinken is op. Dus ik weet dat we nu even naar de GP gaan drinken en gaan kijken. Ja, ik kan natuurlijk niet zonder dorst lijden natuurlijk gaan staan. Dus daar gaan we nu eerst naartoe. Het is ondertussen 12:00. Dat is ik. Ja. En we gaan dus nu niet door het eten. En ik de croissant. Nou, ook de verandering. Ik heb er al een op. Misschien die is voor een uitstel, maar dat was alles. En mijn broer spatje confituur. En ik heb mijn arrest gekregen, wordt een broer, denk ik. Maar we willen nog snel op een of andere manier. Ik weet ook nog niet om, ja. Dus mensen moeten zeker meedoen als je wat dat er dan niet schijnt. Dat is toch, hè? Maar goed, ben ik het eigenlijk weer. Jongens, toch. Dus smakelijk iedereen en ervan genieten. En dan gaan we straks nog naar buiten en alle activiteiten in de namiddag. We zitten eens bij Sportland gaan kijken. We zien er wel niks uit, zeg maar. Ja, gaan kijken. Hij is trouwens altijd groot. Kijk, veel te zien eigenlijk, hè? van die kaartjes is. Gewoon aan die jongen. Het is wel leuk om ons op te kloppen en zo. Even wachten. Dus. Het zag er wel goed uit eigenlijk. Ook eens te zien hoe het avanceert. We worden allemaal een beetje vermoeid eigenlijk. Nu is je knie niet onder de staan. Ik ben een beetje aan mijn knie. Het is gezakt. Het is er bijna uit. Ja, denk ik. Maar het komt wel.
heb dan soms nog thuis dat ik krampen heb. Dat betert niet, hè. Dat is mijn typische zalf. Misschien niet het woorden zal zijn. Nog geen 60 jaar het slecht. Het is toch waar eigenlijk. Toch op dat vlak dan, hè. Met z'n allen even op de bank zitten. Met z'n allen. Wat een mooi uitzicht. Ja. We kijken namelijk naar de zee. De speeltuin. Hierheen. Ik denk ook dat het koud van het water gaat. Ik weet niet of het koud is. Ja. Misschien wel met voeten erin, maar niet om te zwemmen. Het is geen bloem te weten. Ja. Het water was gisteren. Ja, maar ik had het minder warm. 21 graden. Ik vind het toch ronder met dat je erin. Ik kan altijd zwemmen. Dat je in de rond had, zijn 21 graden. Want een euro vanaf was 40 graden, dus hier in Blankenberg. En Joran? Zo, dan is verder stappen. Daar zit het ook van niet goed. Ik kan beter stappen en bewegen. Hè, dan... dus, dat is ons zicht. Van had daar. Dus we gaan eens verder wandelen. Ja. We zijn ook al een beetje aan het denken wat gaan we morgen doen. Dus we hebben dan samen besloten om tijdens het ontbijt te vertrekken, omdat we toch nog heel veel dingen te doen hebben. We hebben nog de vlog die we hebben gemaakt. Die moet er ook nog online komen. De was in de plas moet ook nog gedaan worden. Want ja, we moeten verder vertrekken dan al terug, dus dat kan niet allemaal goed gebeuren. Dus we moeten wel bekijken en oma en zo een beetje zien. Dus dan gaan we via onze tender denk ik beter naar huis. Met al een schrift, dan vandaag helemaal goed insteken, is dat makkelijk. Dan kunnen we na het ontbijt aangepast. Lijkt dat wel gemakkelijker ook. Ja, dus, ik zou niet weten wat we nog moeten doen hier aan zee. Ik ben alles vergat, denk ik. En het gaat morgen trouwens regenen volgens de radar die ik heb bekeken. Dus het is misschien beter dat we toch vrijdag terug zijn. Dus kunnen we nog genoeg vlogs maken in de ogen. Absoluut. Dus, dat is ook al mooi daar eigenlijk. Nu gaat hij dan hier nog een beetje rechten. Proef dan. Prachtig. Dat is een echt. Super, wat ik denk het ook. Moeten we nu eens verder wandelen? En dan kunnen we ook zien vanaf dat we gaan van geld in het weer te komen met dit kamer. Al betalen, want we kunnen maar wel. Ik heb nog ook geld. We mogen dus ook trouwens ook altijd zeggen, we blijven langer. En dan betalen we via de rekeningen, maar we die mensen al meer dan 10 jaar kennen. Dus daarmee is dat eigenlijk. Ik denk dat we dat zelf niet konden betalen. Dus zeker niet. We kunnen even betalen. Maar wel was er maar heel laat besloten om toch nog te blijven. Dus, dat is dat het probleem eigenlijk. Want de andere week is al betaald. Dus ondertussen. Inderdaad. Dus daar moeten we geen rekening mee houden. Daar hebben we nu naar de pier. Dat is een kaartplaats. Dus we zitten nu op de pier. Ik denk dat het grappig is. Het is plat. Het is echt aan. Zeer beroemd trouwens, de pier. Ik denk ook bij het buitenland. Vroeger was de pier trouwens de Mili Parkpier, dat jullie het weten. Ja, dat helemaal niet is afgebrand, en dan hebben ze deze pier is gebouwd. En daar bieden ze even bij, die wil ook op de lok. Die was dus op de grond. Mooi. Maar toen ik dan de foto's had van de vorige pier, vond ik dit ook mooi. Thank you.
kunnen natuurlijk, dat weten we natuurlijk niet natuurlijk niet. Hè. Of dat jeugd is met was ja of niet. Het zijn wel de verkenden. Het is sowieso weer en dat is ook. Daar zijn we zeker van. Ja. We zien hier ook de foto van de week wel eens zien. Wie weet. Ik kan het gelukkig weten. We gaan ook wat foto's maken natuurlijk ook. Dat is ook mooi. Dus. Ja. Dan gaan we naar de kunst kijken. We zijn hier nu aan de achterkant van het casino. Ik moet ook een beetje de heel mooi eigenlijk. We hebben hier vorig jaar ook gestaan trouwens. Dus voor echt eens te zien hoe we dan aan zomerrit. Het is echt heel mooi eigenlijk. Er zijn ook heel veel dingen die gemaakt zijn. Dus daar toe wandelen. Ik ga iets allemaal bekijken. Dit bedoel ik dus eigenlijk. Dat is wat ik bedoel. Echt een prachtig gedaan, vind ik. Ik ga even op de bank zitten. Daar heb je dan het casino. Dus dat is wel wat ik weet eigenlijk. Hier ook nog een aantal dingen die er staan. Wel mooi. Vorig jaar toevallig ontdekt omdat we toen moesten weten van ja, waar kunnen we die artiesten spotten. En dan zijn we beginnen zoeken en zijn we hier ook buiten komen. Dus dat is echt goed eigenlijk. Dat is wel leuk. Het is wel warm, maar het is natuurlijk geen wind, dus het is wel warmer dan natuurlijk aan de zee, was natuurlijk wel wind. Maar ik kan straks toch misschien met de voeten toch even in het water. Misschien, ik weet het nog niet. Ik denk het wel. En hier heb je dan de ingang. Casino. Mooi gebouw, hè. Eigenlijk een zeer mooi gebouw. Als eigenlijk het zelf. Het gebouw is prachtig. Ja, ik dacht namelijk dat de kind niet gebeld had, maar het was niet waar. Het was dus niks. Oeh, dat zakje zo wiebelen. Ah, het is allemaal niet. Het is al niet erg. Dan gaan we nu even naar het hotel. Ik kan maar even rusten. En hoe waren de banken? Want ze waren een beetje anders dan vorig jaar. Hè? Ik ga gewoon even drinken. Ik rust niet. Dus ja. Normaal gingen we een appartementje huren aan zee, maar dat is nog niet 100% in orde gekomen. Nee, want ja, die mensen wisten er niet meer van ofzo. Dus we gaan daar nog wat bekijken en we weten in de toekomst wat er nog aan gebeurt. Maar we zien het wel. Ik kom er dan hier uit. Het is bureau. Dan gaan we naar het hotel. Dan ga ik even skiën. Het water is klaar.
door, door. Het is echt kakker, dus. Wat mama nu aan het doen is. Dat is duidelijk, hè. Zit op de bank. Hier zit ze dansen. Ja, hey, oh, ja, ik kan het niet. Ik kom net het zonnetje naar jou. Dat is toch waar. Gezellig, hè. Maar ja. Ja, ik wist niet waar voor dat je staat over. Dat ik hier. Ja, dat was die eerste. Ja, maar ja. Dat ik hier. Dat is nog erbij, maar ja, erbij. Allee, dan ga ik even wat vertellen. Ik zit er dus wachten op Sylvia. Op een bank. Ze blijft weg. We zien je wel. Iets anders aangedaan nu. Dat is wel mooi. Alleen de knietjes zijn een beetje zeer goed te zien. Ik ben een beetje maagdien. Ja, het komt wel. We gaan eens verder. Dus we zitten weer in het hotel. We gaan nu eten. Een kop met jus. Wat is het lekker? Ah ja, zo bloes. Maandag, wanneer ben je geweest? Vrijdag. Dezelfde, sorry, was Steven Gert en de Steven Dingen. En dit is mijn eten, ik heb een grotere gevraagd. Dus we gaan eten. Smakelijk iedereen. Vond je dit een leuke video? Geef dan zeker een like. Abonneer ons alvast op Bolstar.